Hartelijk welkom bij onze laatste aflevering van het programma Rotterdam Centraal voor de zomer. Dit beeld zal hier binnenkort uit het straatbeeld verdwijnen, want binnen afzienbare tijd opent een nieuwe ondergrondse fietsenstalling op het Stationsplein. Maar eerst kijken we in de Provenierstunnel, die binnenkort weer open gaat voor fietsers. De tunnel die onder het spoor loopt, werd in de zomer van 2006 afgesloten. Mevrouw, die kant is al afgesloten. Nee, niet. De Provenierstunnel fungeerde jarenlang als reizigerspassage in het tijdelijk station, omdat de oude passage vanzelfsprekend werd gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe station. In november vorig jaar ging de tunnel opnieuw feestelijk dicht, zodat hij voorlopig voor de laatste keer een metamorfose kon ondergaan. We zijn de tunnel aan het afwerken. Er moet wat tegelwerk moeten gebeuren, wat schilderwerk moeten gebeuren. En de bevloering die zit er nou in. Alleen de laatste afwerking zijn we nu aan het maken. De tunnel was altijd een van de donkerste plekjes van het oude station. Dat is nu verleden tijd. Ja, vroeger was dit natuurlijk gesloten, een gesloten stuk. Wij hebben daar nieuwe betonelementen in gemaakt. In de vorm van een cirkel, zoals de architect dat wou. Dus het is een soort lichtkoepel geworden. Die de tunnel flink verlicht, wat eigenlijk vroeger een donkere doorgang was, of een veel donkerere doorgang. Dat is met die drie koepels die hier gemaakt zijn, is dat nu een heel eind opgelost. Aan de noordzijde van het station komt straks ook nog een fietsenstalling. Die wordt wel aanmerkelijk kleiner dan de nieuwe ondergrondse stalling op het Stationsplein. Nou, we staan droog op een zomerse maar regenachtige dag. Ja. Waarom deze tent? Ja, we zijn nu gestart met de afbouwfase, de aanleg van de vloeren. En daarvoor moet het droog zijn. Er komt in de toekomst wel een overkapping overheen. Die komt, op deze rand. Betonnen rand komt die te staan inderdaad. Die komt pas in het najaar. En tot die tijd moet het droog kunnen werken. En vandaar deze werktent. Deze stalling biedt straks ruimte aan ruim 5000 fietsen. Een deel van de stalling wordt openbaar gebied, het andere deel bewaakt. Wat een ruimte weer ondergronds. Ja, je staat hier eigenlijk in het gedeelte van de betaalde fietsenstalling van NS. We zijn zojuist eigenlijk door de fietsenwinkel heen gelopen. Als je beneden komt in de stalling, dan kan je via de fietsenwinkel in het betaalde gedeelte van NS komen. Je kan ook eigenlijk naar de achterkant toe rijden en daar kom je in het onbetaalde gedeelte van de fietsenstalling. En van daaruit kan je dus via een gang verdeeld naar de paden toe gaan en je fiets stallen. En ondergrond kan je dan uiteindelijk doorlopen naar het metrostation en het NS-station. Er wordt nog gestuukt en geverfd, maar over een paar maanden gaat de fietsenstalling officieel in gebruik. En zo ziet het er straks uit, met heel veel kleur, zodat je je fiets ook makkelijk kunt terugvinden. En ongeacht waar je je fiets zet, kun je in de toekomst ondergronds doorlopen naar andere delen van het station. In het betaalde gedeelte kom je hier door de balustrade via het draaikruisen. Kom je deze ruimte uit en via het onbetaalde gedeelte kan je gewoon hier naartoe lopen. En dan kan je dus via dat houten schot wat daar nu nog staat naar het metrostation lopen en daardoor lopen naar het NS-station en het rijstation. Er zit een deur in. Oh, kijk nou. Het metrostation. Hier komen we uit met de reizigers. En via dit metrostation kun je dus eigenlijk ondergronds om de tourniquets heen naar het NS-station lopen. Of via de tourniquets uiteraard naar de metro. Ja, geweldig. En hier komt dan een grote glazen pui met schuifdeuren. Ja, daar komt iets verder naar achter staan, daar komt een grote glazen pui. Dit stuk wordt dan nog bij het metrostation getrokken. En het andere gedeelte achter die pui is dan de fietsenstalling inderdaad. Kun je nou vanuit de fietsenstalling ook naar de parkeergarage? Nee, je kan niet. Daar zit nog een Weenatunnel tussen. Ja. Kunnen we niet onder de Weenatunnel door? Dat is leuk werk om te maken. Ja, zou je wel willen, hè? Dat zou ik best willen. Toch komt er straks wel een ondergrondse doorgang. Een doorgang tussen de bestaande Schouwburgpleingarage en de nieuwe Kruispleingarage. En daarvoor gaat het Kruisplein de komende tijd behoorlijk op de schop. Ja, we zien deze brommer en een auto in de verte aankomen. Dat kan straks niet meer. Dat kan straks niet meer vanwege de bouw van de verbindingstunnel. Dan moeten we hieronder gaan werken. En dat betekent dat het verkeer wat nu aan deze kant van het Kruisplein afgewikkeld wordt, straks aan de andere kant van het Kruisplein afgewikkeld wordt. Ja, en dat wordt dan verdeeld via dit kruispunt? Ja, dit kruispunt wordt in augustus aangepast. Daar komt een soort van rotonde. En dat betekent dat het verkeer dat nu nog van die kant komt, van de Mauritsweg,
oversteekt naar de andere kant van het Kruisplein. Om richting het station te gaan. En de andere kant op ook. Dus verkeer dat naar de Westersingel gaat, gaat ook langs die kant rijden. De werkzaamheden hebben de komende 9 maanden ook consequenties voor bezoekers van de binnenstad die hun auto willen parkeren. Dit is de ingang van de Schouwerpleingarage inderdaad. En die gaat dicht op 26 augustus. En gaat ook niet meer open. Hij verdwijnt. Want juist op deze plaats maken we de verbindingstunnel. Ja, we zien ook eigenlijk al het bouwterrein in aanbouw. Hè? Eigenlijk wel ja, want je ziet daar al dampwandplanken staan in de grond. En daar ook. En daar gaat die verbindingstunnel precies tussendoor. Vanaf de Kruispleingarage naar hier de Schouwerpleingarage. De afgelopen weken lieten wij al zien hoe de automobilist via de Weena-tunnel de Kruispleingarage binnenkomt. Ter hoogte van het Kruisplein is een rotonde aangelegd die je straks in de gelegenheid stelt te kiezen. Voor parkeren in de oude Schouwburgpleingarage of in de nieuwe garage. 1 ding staat vast, het is de komende 9 maanden een beetje behelpen voor de automobilist die waar vandaan dan ook in de Schouwburgpleingarage wil parkeren om bijvoorbeeld te gaan winkelen op de Leimaan. Ja, dat is zeker zo. We gaan dus van de 2 toeritten er 1 verliezen. De toerit hier achter mij die blijft open tijdens de bouw, maar die blijft ook daarna open. Maar je moet de komende periode wel, om deze te benaderen, omrijden. Ja, je moet via de Karel Doormanstraat hier naartoe rijden. Dit was de laatste aflevering van Rotterdam Centraal voor de zomer. We zijn er weer tegen het eind van het jaar met een nieuwe reeks. Wilt u ondertussen meer weten van het project? Kijk dan eens op rotterdamcentraal.nl.